Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Opiron Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers. Dit is de Supercar Challenge powered by Pirelli. We racen op twee circuits in dit programma. Eerst naar Brands Hatch voor het vierde weekend van de Superlights en daarna afspraak op Spa-Francorchamps voor het zevende weekend van de Supersport en Sportklasse. Eerst dus naar het legendarische Grand Prix circuit van Brands Hatch, zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van Londen. De herfst is aangebroken, maar het is nog altijd prachtig zonnig weer. We brengen race 7 en 8 van de Superlights, de categorie van de sportprototypes, twee races op zondag 14 september. Op polepositie voor race nummer 1, hier Daniel Gibson met de Gibson GH19. Die uitkomt in groep 2 van de Superlights, de Gibson CN Proto, aangedreven door een Honda motor. Op P2 Ko Koppejan, regerend kampioen, al 4 keer winnaar dit seizoen, maar staat pas derde in groep 3. Koppejan met zijn Radical SR3, net als Rick van Geffen, de man die van op P3 van start gaat. P4 is voor Carlo Kuijer, de eerste rijder in een Praga R1. Kuijer tweede in groep 3 op 9 punten van de leider in het kampioenschap. En dit is de leider, Wibo Rademaker, puntenleider in groep 3 na 2 zegens. Rademaker op P5 met een Radical SR3. Verderop hebben we Danny van Dongen met een Praga R1. We hebben ook nog David Houthoofd, Henk Thuis en Dick van Elk. Wordt bij Wibo Rademaker bij de start van de eerste race op Brands Hatch. En kijk vooral links in beeld, daar Danny van Dongen met een raketstart. Van Dongen gestart op P6. Stond op dezelfde rij als Wibo Rademaker, maar uitstekend weggekomen. Rademaker hier voorbij gereden door David Houthoofd in die blauwe Norma M20F. En zo naar Druids met Gibson aan de leiding voor Koppejan. En dan in derde positie Rick van Geffen. En buitenom komt Henk Thuis. Henk Thuis in de Radical SR8 met een veel krachtiger motor dan de heren in groep 2. Hier aan boord bij Rademaker, terwijl Thuis oprukt in het veld. Henk Thuis van op P8 van start gegaan. Koppejan is voorbij gekomen. Van Geffen die moet uitkijken voor de Praga van Danny van Dongen. Dan Henk Thuis in vijfde positie nu. Daarachter Carlo Kuijer wat teruggevallen. We hebben ook nog David Houthoofd daar in die blauwe Norma. En het rijtje afgesloten door Wibo Rademaker. Kijk naar Henk Thuis. Nu al in derde positie te vinden. We zitten nog maar in de openingsronde. En ook Danny van Dongen glipte mee voorbij Rick van Geffen. Van Dongen met de witte Praga in de Martini kleuren. Nu al in vierde positie. Rademaker zit vast achter de Praga R1 van Carlo Kuijer. Op die prachtige omloop van Brands Hatch. Rademaker, de kampioenschapsleider, jagend op de man die tweede staat in de puntenstand. Dit is Ko Koppejan. Hij ligt tweede nu in de race, maar is wel leider in groep 3. Daarachter de Radical SR8 van Henk Thuis. En een safety car. Even een neutralisatie in de race heeft te maken met een uitstapje van Dick van Elk, de organisator van de Supercar Challenge. Even naast de baan geraakt met zijn Praga R1. Na de neutralisatie, de herstart. Gibson aan de leiding. Henk Thuis intussen opgerukt naar de tweede positie. Betekent dat de twee rijders daar in groep 2 de kopposities innemen. Rademaker heel breed bij het uitkomen van Druids. Ver over de curbstones in een duel met David Houthoofd. Voor de zevende plek is dat Gibson. Thuis, dan moet Koppejan komen. Dan hebben we Van Dongen in die prachtige Praga. Dan Van Geffen, Kuijer en Houthoofd. David Houthoofd. En dan pas Wibo Rademaker. Ja, bij deze stand gaat Rademaker toch wel wat van zijn voorsprong in het kampioenschap op Kuijer verliezen. Hij moet er wat aan doen. Probeert de slipstream te pakken daar van David Houthoofd. En gaat makkelijk voorbij de Norma van Houthoofd. Kijk naar dat handgebaar van David Houthoofd. Is er iets aan de hand met de Norma? Rijder inderdaad staat in de pitlane. Mechanische problemen voor Houthoofd. En hij haalt de finish niet. Zo te zien, ergens iets aan de hand met een sensor van de Honda motor op de Norma van Houthoofd. Gibson en Thuis. Henk Thuis in de Radical SR8. Achter de Gibson GH19 van Daniel Gibson. Auto gebouwd, die proto door Gibson Motorsport. En een ploeg van studenten, techniek uit het noordoosten van Engeland. In die streek is er weinig motorsportactie. De studenten krijgen hier dus een unieke kans om heel wat te leren. Daniel Gibson binnen voor de verplichte stop. Hij laat de Gibson GH19 in handen van Tom Bradshaw.
The Radical's a V8 with a lot of horsepower. We've only got about 250 horsepower, but we've got a lot of aero. So it's kind of a trade-off of grip and power, and the regulations for us are the Honda 2-litre, and we can't really do a lot to the engine, so he's got a bit of advantage out on the long straights. But by the looks of things, my teammate's doing a good job out there to keep in front, so I can't complain at the minute. Tom Bradshaw heeft overgenomen op de 748 op de Gibson GH19. En daar de twee klassenleiders in beeld. Eerst Ko Koppejan, leider in groep 3. En daarachter de algemene leider in de race. En de leider in groep 2, Tom Bradshaw, die de race ook wint aan de zijde van Daniel Gibson hier in Brands Hatch. We've done quite a lot of work with the setup, and we've had a damper change as well, so we've changed a few of the suspension components. Everybody's worked really hard at Gibson Motorsport, so I'd like to say a big thank you to them as well. Yeah, it's been spot on. De stand in groep 3 is de omgekeerde volgorde van de posities in het kampioenschap. Ko Koppejan is op weg naar zijn vijfde zege van het seizoen, maar heeft dan nog altijd een achterstand van 19 punten. Hier is Carlo Kuijer, pakt de tweede plaats en staat nu op 7 punten van de leider in het kampioenschap. En dat is Wibo Rademaker. Die heeft zijn handen vol met Robert Haup. Die heeft overgenomen van Danny van Dongen, die aan het spinnen gaat bij het aansnijden van Druids. Gespint daar op de curbstones. En dat had slecht kunnen aflopen voor Wibo Rademaker. Vijfde zege dus van het seizoen voor Ko Koppejan. Ja, de snelheid staat erin. Supermooi circuit. De eerste keer dat ik hier ben. Ja, geweldig. Lekker snelle bochten van achter. Echt ja, hartstikke goed. Alles ging eigenlijk redelijk naar wens. Training ging goed. Uitdagje doet het goed. Even aan het circuit wennen. Ja, gaat super eigenlijk. Wibo Rademaker staat nog altijd aan de leiding in het kampioenschap, maar hij zal toch beter moeten presteren in race 2, wil hij de kop behouden. Hier aan boord bij Rademaker voor die tweede koers op Brands Hatch. P5 nu voor Wibo Rademaker. Daar komt Robert Haup al even piepen in de Praga R1. Staat op P6. De polepositie weer voor Daniel Gibson. In de Gibson GH19. Ko Koppejan op P2 met de Radical SR3. En Koppejan moest zich wat inhouden bij de start. Hij was al bijna aan het inhalen en de rode lichten waren nog niet uit. Gibson heeft de leiding genomen. Hier aan de maker buitenom in de eerste bocht in de Paddock Hill Bend. En dan gaan we naar Druids met Gibson aan de leiding voor Koppejan. Dan Kuijer in derde positie, dan Rademaker en Van Geffen. En waar zit Henk Thuis? Weer gestart van op P8. Zit daar nog in de achterste gelederen. Heeft nog niet veel terrein goed gemaakt. Gaat daar wel voorbij de Praga R1 van Danny van Dongen. Dat ging vrij makkelijk. Van Dongen die hier nu alleen rijdt. Gibson voorbijgekomen. Koppejan, dan Kuijer en de aanval van Rademaker. Kuijer aangevallen door Wibo Rademaker. Strijd om de derde plaats. Maar daar gaat het vooral om de koppositie in het kampioenschap. En achterin nog altijd Danny van Dongen. En dat is niet zijn gewone doen, want normaal gezien zou snelle Danny al wat posities hebben goed gemaakt. Koppejan tweede positie. Kuijer nog altijd derde en dan Henk Thuis. En Rademaker is een beetje teruggevallen. Ik dacht dat Rademaker voorbij Kuijer was geraakt, maar die aanval van Rademaker is mislukt. En daartussenin zit nu Henk Thuis. Ko Koppejan in de 784 aan de leiding in groep 3. Intussen al met een grote achterstand op Daniel Gibson. En dan Carlo Kuijer. Het veld ligt uit elkaar. Kuijer voor Rademaker en Van Geffen. En dan komt Robert Haup in de 785 in die Martini Praga R1. In de eerste race deelde hij die Praga nog met Danny van Dongen. Maar nu rijden ze apart, Haup en Van Dongen. Maar voorlopig geen spoor van Danny van Dongen. Hij zou op zijn minst in staat moeten zijn om daar aan te pikken bij dat trio. Oh, Rick van Geffen zat wel heel breed, zelfs even in het grind daar in Clearways. En dat kost hem snelheid natuurlijk en hij verliest zijn positie aan Robert Haup. Rick van Geffen een bank achteruit. En wat Van Dongen betreft, hij kampt met problemen op zijn Praga R1. Startnummer 771. Dit is Rademaker, dan Haup en Van Geffen. Dat zijn de posities 3, 4 en 5 in groep 3. Aan de leiding in groep 3, Ko Koppejan. Tweede positie voor Carlo Kuijer. En dan dit drietal. Rademaker met in zijn spoor Robert Haup, die even komt kijken. Op weg naar Surtees, de remzone voor Surtees. Een wat vreemd manoeuvre van Robert Haup, want zo verliest hij nu wat snelheid voor het lange rechte stuk dat er achterna komt. En daarvan profiteert Rick van Geffen. Rick van Geffen nu weer in vierde positie. De plek die hij daarnet moest laten aan Haup na zijn uitstapje, bijna uitstap in Clearways.
En Van Geffen heeft zin om op het podium te staan van die tweede race in Brands Hatch. Maar dan moet hij wel voor Rademaker finishen. En dat lukt niet. De overwinning, de algemene zege in de tweede race, gaat opnieuw naar Daniel Gibson en Tom Bradshaw. Dat is een dubbel voor de heren van Gibson Motorsport, voor Henk Thuis. En de overwinning in de groep 3 gaat naar Ko Koppejan voor Kuijer, Rademaker en Houp. Zesde zege al dit seizoen voor Ko Koppejan. Het is een jaar van alles of niets voor Koppejan. Oftewel wint hij, oftewel pakt hij geen punten. Hij komt nu tot op 13 punten van Wibo Rademaker. Carlo Kuijer met zijn tweede plaats staat nu op 5 punten. De finale van de Superlights heeft plaats op het TT-circuit van Assen. Na de onderbreking gaan we naar Spa-Francorchamps voor het zevende weekend van de Supersport en Sportklasse. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Operon Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers. Dit is de Supercar Challenge powered by Pirelli, met nu het zevende weekend van het seizoen op het circuit van Spa-Francorchamps. De vorige keer keken we naar het wedervaren van de titelkandidaten in de GT-divisies. De koplopers in het kampioenschap kregen het zwaar te verduren. En ook de eerste achtervolger in de puntenstand belandde in de muur na een lekke band in Blanchimont. Zo zie je maar dat alles nog mogelijk is. Hetzelfde verhaal in de sportdivisies van de Supercar Challenge, powered by Pirelli. In Supersport verovert puntenleider Cor Euser de polepositie met de Lotus Evora GT4. Euser ligt 20 punten voor op het duo Koen Pogaerts en Mark van der A, die op P2 staan voor race 1 en op de pole voor race 2 met de BMW E92 WTCC uitgerust met een M3 zescilindermotor. Op weg naar de start van de eerste race op zaterdag. Hier aan boord bij Erik van den Munkhof staat op P6. Naast hem de blauwe Mazda, even gezien startnummer 411 van Werner van Herk. En achter van den Munkhof hebben we links de BMW M3 GT4 van Tristan Boersma en de Seat Leon Supercoppa van Charlie Freins. Start gegeven met het hele veld samen, de GT's en de heren uit de Supersport en Sportklasse. Door de busstopchicane, de nieuwe chicane. Van Herk is weggespurt en hier van den Munkhof die het moet opnemen daar tegen Charlie Freins en tegen de BMW van Boersma. Van den Munkhof in het midden voorbij de Seat en gaat hij ook de BMW van Boersma kunnen pakken hier in de eerste remzone voor de Soers Haarspel. Boersma is ervoor en Boersma probeert meteen aan te pikken bij de Lotus van Del Nooy. De aanval van Werner van Herk gaat voorbij Dennis de Groot naar de derde plaats. Meer racen hier op de Redion met Cor Euser die de leiding heeft verloren aan Koen Pogaerts in de startfase. De rechterlijn van Kemmel. Van Herk probeert in de slipstream te blijven van de Lotus van Euser. Maar er zit een krachtiger motor in die Lotus van Euser. Een 3.5 V6 en kijk hoe Euser wegtrekt van Werner van Herk. De Mazda heeft minder topspeed dan de Lotus, maar het chassis is misschien wel wat beter. Dat mogen blijken hier in de dubbele linkse. Daar komt Van Herk naar de binnenkant gedoken. Hij remt Euser uit. Een Porsche die even buiten de lijntjes gaat kleuren in de dubbele links. En zo komen de heren van de Supersport voorbij gevlogen met Bogaerts aan de leiding voor Van Herk en Euser. Hier naar de remzone voor de nieuwe busstopchicane. Daar zit wat trager verkeer. Bogaerts wat ingesloten. Daar is een Lamborghini en nog een Porsche. Euser slim gereden daarbij het uitkomen van de busstopchicane. Twee plaatsen gewonnen gaat nu aan de leiding voor Van Herk. En voor Koen Bogaerts. Bogaerts hier nu in derde positie. We zitten in de pif-paf chicane. We gaan op weg naar de dubbele rechtse van Stavelo. Bogaerts komt aanpikken bij Van Herk. Daar is de aanval van Koen Bogaerts. Gaat weer naar de tweede positie. Jagend nu op de leider in de race op Cor Euser. De top 4 voorbij gekomen. Vierde plaats voor Dennis de Groot. En dat wordt een derde plek voor de Groot, want kort daarna valt Werner van Herk uit met mechanische problemen. Weer mee racen hier met Cor Euser. Remzone voor de busstopchicane. De aanval van Koen Bogaerts. Strijd om de koppositie in Supersport.
Maar na de pitstops valt Cor Oeser terug naar de vijfde plaats omwille van zijn karrevrachtresultaatseconde. De zege is voor Dennis de Groot en zijn teamgenoot Bas Schouten. Voor Koen Bogaerts en Mark van der A. En op de derde plaats Erik van den Munkhof. In de sportklasse staan Maurits en Wesley Carranza op de pole voor beide races. Ze liggen derde in het kampioenschap. Op het einde van race 1 verliezen de Carranza's in de BMW 1 de koppositie. Aan puntenleider Erwin van Dijk in de Oranje Lotus Exige. En ook Martin de Klein komt voorbij op weg naar P2. De Klein en zijn teammaat De Bos staan tweede in het kampioenschap en moeten voor Van Dijk in de Lotus finishen. In de nieuwe chicane neemt De Klein de kop over en na een felle strijd met Carranza voor de leiding behalen De Klein en De Bos hun vierde zege van het seizoen. En naderen ze daarmee tot op 6 punten van leider Erwin van Dijk. Ja, we hebben goed tempo, we hebben een fantastisch goede auto. Ik heb heel goed kunnen strijden achterin op het circuit. De laatste 3-4 rondes eigenlijk met elkaar, met Carranza en met Edwin van Dijk. En een beetje stuivertje gewisseld, maar uiteindelijk ben ik als beste uit de bus gekomen. En als eerste zijn we geëindigd. Dus hele fijne en hele mooie en ook een faire race gereden. En nu de tweede race op zondag. Het weer is omgeslagen. Het is nat en koud op Spa-Francorchamps. Hier aan boord bij Cor Oeser staat op P2 in Supersport. De pole in die klasse is voor Koen Bogaerts in de BMW. P3 voor Del Nooy in de Lotus en P4 voor Werner van Herck in de blauwe Mazda. Hier aan boord bij Erik van den Munkhof start van op P6. En wordt daar ter plekke gelaten bij de start van de tweede race. P5 was voor Dennis de Groot in de BMW. Gaat in de clinch of probeert dat toch met Van Herck hier in de Soers Haarspeld. En ik kom van ver hoor van den Munkhof. Goed hoor, hier aan de binnenkant Erik van den Munkhof. Maar dat wegaccelereren gaat wat minder goed. Dat doet de Groot beter met zijn BMW. Van den Munkhof met in zijn spoor de BMW van Tristan Boersma en de Seat Leon Supercoppa van Charlie Freins. En zo rijden ze nu de Redion op in deze moeilijke omstandigheden. Boersma zit daar aan de binnenkant, maar wordt opgehouden door een tragere Porsche uit een andere klasse. En zo verliest Boersma snelheid bij het aansnijden hier van dat lange rechte stuk van Kemmel. En verliest die voeling met Erik van den Munkhof. Gaat nu mee met de BMW van Dennis de Groot. De man die de eerste race heeft gewonnen. De Groot die even komt dreigen. Van den Munkhof zat daar bijna in het gras. Dan remmen hier voor de Combe. Le Combe. Daar ziet hij, hier van den Munkhof ziet daar de BMW van Koen Bogaerts. Bij die Porsche van Dirk Schulz uit een andere klasse. Van den Munkhof moet zo snel mogelijk voorbij die Porsche raken. De afdaling naar de Brussel-Haarspeld. Van den Munkhof aan de binnenkant. Dan zien we Boersma in strijd met Dennis de Groot. En de Groot is wat aan het terugvallen met de BMW. Die linkse knik hier aan Speakers Corner. Iedereen heel voorzichtig in die openingsronde. De banden nog niet helemaal op temperatuur. Ook nog een beetje wennen aan deze weersomstandigheden. En dan in de spray ging het richting de dubbele linkse. Oeser aan de leiding voor Bogaerts, Van Herck, Del Nooy, Van den Munkhof, Verhagen en Dennis de Groot. De top 7 in de supersportklasse. Daar de BMW 1 van Michael Verhagen in de clinch met Dennis de Groot in de BMW M3. En de Groot is een beetje weggezet door Verhagen. Er is wat schade aan de BMW. De Groot in de pitlane om op te geven. Niet omwille van die schade, maar omwille van een sputterende motor. Heeft te maken met een kapotte alternator. Hij haalt het einde niet, Dennis de Groot. Geen punten voor het kampioenschap. Dennis de Groot die derde staat in de puntenstand in Supersport. Erik van den Munkhof, beklimming hier van de Redion. Had er een beetje onderstuur en dan op de curb erboven. Op de curb, daar gaat hij aan het spinnen. Oh, niks geraakt, Erik van den Munkhof. Oh, ik kan u verzekeren, dat is wat we een bruine broek moment noemen. Gaan spinnen bovenop de Redion en toch uit de vangrails blijven. Wat heeft hij daar een geluk gehad, Erik van den Munkhof. Intussen heeft Van Herck de tweede plaats overgenomen van Bogaerts. Na de pitstops is Cor Oeser weer wat teruggevallen. Is hij de leiding kwijtgespeeld aan Van Herck. Dan in strijd hier met Mark van der A. Die heeft overgenomen van Koen Bogaerts. Strijd voor de tweede plaats. Oeser even aangetikt. En dan verliest hij wat terrein aan Van der A. Die voorbij komt in de BMW. Oeser die zakt wat weg of laat zich misschien wat wegzakken om zo geen resultaatseconde te hebben voor de slotraces in Assen. De zege gaat naar Werner van Herck in de Mazda voor Del Nooy en Bogaerts en Van der A. Pas een zesde plek voor Oeser. Tweede zege van het seizoen voor Van Herck na zijn opgave op zaterdag.
Ja, gisteren hadden we het geweten, had ik hem gewoon laten draaien tijdens de pitstop. En dan had er ook geen probleem geweest, maar hij is eigenlijk gewoon verzopen. Doordat ik stil ben gaan staan is de temperatuur te hoog gegaan van het water. En dan gaat hij eigenlijk in een noodloop en dan gaat hij extra benzine inspuiten om te koelen. Maar dat was helemaal niet nodig, want de vlammen kwamen er zo al helemaal langs achteruit naar het schijnt. Ik heb het zelf niet gezien, maar mijn mechanieker heeft er nog een beetje brandwonden aan overgehouden. En dan nu vandaag, als we aankomen, dan is het voor het podium en dikwijls voor de eerste plaats. Dus bij ons is het alles of niks. Spa-Francorchamps levert de volgende puntenstand op. Cor Euser nog altijd op kop in Supersport met 13 punten voorsprong nu op Bogaerts en Van der A. En 34 op Dennis de Groot. Van den Munkhof is uitgeschakeld voor de titel. Maurits Carranza stond op de pole in de sportklasse, maar hij verliest meteen de koppositie aan Dennis de Borst. Op de derde plaats Leonid Protasov en pas in zesde stelling daar de Oranje Lotus van Erwin van Dijk. De situatie in Combe, de Clio van de Borst aan de leiding, dan een Porsche die niet meespeelt in de sportklasse. Uiteraard strijd voor de tweede plaats tussen de BMW 1 van Carranza en de BMW 3 van Leonid Protasov. Carranza blijft daar in tweede stelling. En hoe zit het met puntenleider Erwin van Dijk? Wel niet zo goed. Nog altijd maar in zesde positie te vinden achter de Clio hier van Rob Nieman. Vijf Nieman, zes van Dijk. Tijdens de pitstop heeft Martin de Klein overgenomen van de Bos. Maar die hebben 10 resultaatseconden meer dan van Dijk. 20 meer dan de Carranza neven. En 40 meer dan de overige Clio-rijders. De Klein voorbij Nieman naar de derde plek hier in Combe. Martin de Klein samen met Dennis de Borst aan het oprukken in het veld. En dat heeft dus te maken met die vele resultaatseconden. Nu gaat ook Leonid Protasov voor de bijl. Martin de Klein in de Renault Clio 503 nu in tweede positie te vinden. Erwin van Dijk had 30 resultaatseconden, is zo teruggevallen naar de zevende plaats. En daar zou ook geen wijziging meer in komen. Zwakke score voor Erwin van Dijk en een topscore voor de Carranza's voor Maurits en Wesley Carranza die de tweede race winnen voor de Renault Clio van Dennis de Borst en Martin de Klein. En waar lag nu de sleutel tot het succes voor Wesley en Maurits? Eigenlijk dat het een opdrogende baan was, want we hadden echt veel last van onderstuur. Het stuur stond ook scheef, dus de sporing was niet helemaal recht. En dan merk je in een opdrogende baan dat de voorbanden dan meer grip krijgen, dus dan gaat het onderstuur weg. En dat heeft ons de laatste tijden van mij, die kon ik aardig meekomen, dus het ging goed. Dennis de Borst en Martin de Klein hebben een uitstekend weekend achter de rug op Spa-Francorchamps. Ze zijn trouwens de nieuwe leiders in de sportklasse met 5 punten voorsprong op Erwin van Dijk. En 16 op de Carranza's, dat belooft voor de finales op het TT-circuit van Assen. Dat was het voor de Supercar Challenge op Spa-Francorchamps. De finales in Assen brengen we vanaf volgende week met dan aandacht voor de GT-divisies. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Syntix Innovative Lubricants, Opiron Communicatieoplossingen en ASC Ladders en Stijgers.